Kanja Club, zijn we alweer voor rekenen. Het is vandaag even rekeninstructie. Dit doen we ook vaak in de klas. Dan laat ik jullie altijd even naar voren komen, naar het bord. Dat kan nu eventjes niet. We doen het even zo, via de computer. Ik zeg direct een getal. En dat moeten we gaan splitsen in de tientjes en de enkeltjes. De eenheden, de kleintjes. Ik noem bijvoorbeeld het getal 43. 43. Eigenlijk als je het getal hoort, verklapt het getal al welke getalletjes erin verstopt zitten. Je hoorde mij zeggen 43. Je hoorde dus de 3. Die hoort bij de kleintjes. Maar je hoorde ook 40. Dus die 4, die is 40 waard. Die 4 die je daar ziet staan, die staat op de plek van de tientjes. Die is dus veel waard, 40. Dus dan maak je het getal ook groot. Let op, ik ga nu het getal 57 opschrijven. Uit welke getalletjes bestaat dit getal? Hoeveel kleintjes zitten hierin verstopt? Hoeveel enkeltjes? Denk eens even goed na. Hé, ik hoorde hem. 7. En dat klopt. Maar hoeveel tientjes zitten er in dit getal verstopt? Heel goed kijken. 57. Groot getal al. Hoor ik hem daar? Daar zit inderdaad 50 in verstopt. Nee, ik ga hem verkeerd opschrijven. Juf, 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 let op. 50. Dit doen we even niet netjes, maar jullie begrijpen me heel goed. Ik ben niet zo heel handig met het digibord. We hebben het getal 57 gesplitst in 7 en in 50. Nu pak ik echt een heel groot getal. Komt-ie. Wie weet al welk getal dit is, want het is een heel hoog getal. 92. Hoeveel kleintjes zitten hierin verstopt? 92. 92. Daar zit inderdaad, ik hoorde het jullie zeggen, de 2 in verstopt. En er zat nog iets. Hoeveel tientjes zitten er dan in verstopt? In 92. Daar zit inderdaad 90 in verstopt. 90. Hartstikke knap van jullie. Blijf dit ook oefenen. Vraag aan je broer, aan pap of mam of je zus, wie dan ook, de oppas. Geef mij een getal onder de 100 en ga dat eens verdelen in kleintjes en in de tientjes, zodat je leert waar het getal uit bestaat. Probeer ook te kijken in welke familie woont 43. Die woont tussen de 40 en de 50. 57. Die woont tussen de 50 en de 60. 92. Die woont heel ver weg op de getallenlijn. Die woont tussen de 90 en de 100. Blijf dit even oefenen. Kun je ook gewoon thuis doen. Ik wens jullie heel veel succes, Kanja Club.